voor jou zijn. Laat hem nou eens af! Sari, dat is van Angela. Ik ben nu weer aan. Veel anders staat je beter. Dit komt gewoon naar mijn kast, toch? Ja. Ik wil goede punten voor jou zien. Ah, het is 9 jaar. Al lijkt ze 5. Ze heeft dikke oren en dikke neus. Ik wil die plukken. Dik neus! Kettetje. Nee, ze zit een beetje. Oliebol. Jammer. Niet zo. Wist ik alweer. Oh, het was. Oh ja, zij, die dikke. Nou, ze is niet pad. Ik wil graag je vriendin zijn. Wil jij mijn vriendin zijn? Ja, tuurlijk. En deze mensen ook. Hallo. Oh, dat doet pijn. Zo, die staat ook best wel goed bij. En deze heb je verdiend, hè? Oh, hey, je houdt je mond. Mogen we nog leuker? Dat is school, hè? Ja. Wat een mooie fiets. Oh ja, wauw, een enorme fiets. Oh, zo. Zullen we hem nog mooi maken? Ja, ik heb thuis nog wel roze lintjes. Kom meer van blauw. Oh, die heb ik ook. Tess. En heb je nog goede punten gehad? Ja, een 8,4 en een 9,5. Oh, ik ben zo trots op jou. Je bent vele malen beter dan Sarah. Hoi, mam. Dag, Sarah. Hoe was het op school? Oh ja, wacht even. Ik moet even naar de wc. Ze hebben er wel dik op gedaan. Wat is er wel met je gezicht gebeurd? Heb je weer gevochten? Nee, zo. Maar dat zie ik toch niet liegen, mama. Dat moet je echt niet geloven. Ah, daar bemoei je mee. Je bent alleen maar gevallen. Niet zo'n grote man tegen je zus. Je kleren zijn nog helemaal stuk. Ik geef veel te veel geld aan jou. Nee, ik heb het niet. Au, rot op. Rot zelf op het pout dat je nooit was geboren. Nou, dat ben ik toch. Ja. Wat heb je nu weer gedaan? Niks, hoezo? Ik heb net een telefoontje gekregen. Waarover dan? Omdat jij hebt gevochten. Zie je, papa, ik heb gelijk. Ik heb helemaal niet gevochten. Ja, ik heb het toch zelf gezien. Het is hier allemaal aan de hand. Ja, ik heb net een telefoontje gekregen van Sanne. Dat Sarah haar heeft geschopt en geslagen. Ik heb hem niet geslagen. Dat zeg je elke keer, maar uiteindelijk heb je het wel gedaan. Niet liegen. En dat klopt. Wat ben je toch een ontzettend moeilijk kind. Waarom heb jij mijn vader gebeld? Omdat je niet dat kind vindt. Ja, maar door jou zit ik nu in een probleem en ben ik geslagen. Moet mij het. Hoi juffrouw, ik wil heel even iets kwijt. Ik word verpest. Door wie? Door kinderen hier uit de klas. Dat geloof ik niet. Dat zouden ze nooit doen. Ja, maar. Ja. Nu de klas uit. Hé! Hey, waar ga jij naartoe? Gewoon naar huis. Ha, dat is niet. Ga je lekker meenemen. Oh. Kom mee. Kom. Ga maar oppassen, hoor. Oh, nee. Politie, kom snel naar het bijbos. Er wordt iemand bedreigd. Wat is hier aan de hand? Wegwezen! Allemaal! Wegwezen! Goedendag. Hoi, wat is er aan de hand? Heeft mijn dochter weer gevochten? Ja, natuurlijk. Wat denk je? Nee, ze is in elkaar geslagen en ligt nu in het ziekenhuis. Ze wordt namelijk heel erg gepest. Ja, daar zorgt ze toch zelf voor. Mond, Angela, dit is belangrijker. Wat is nou belangrijker als mij? Uit me zich, nu! Oh lief, het spijt me zo. Het spijt mij ook dat ik het je zo moeilijk heb gemaakt. Ik hou echt van je. Spijt mij ook. Sorry dat ik je nooit heb geloofd. Sorry. Oh Rosa, ik ben je eeuwig dankbaar dat je in politie bent. Echt wel. Rosa, ik ben blij dat je altijd in mij hebt geloofd. En dat je altijd achter mij hebt gestaan. Graag gedaan, op Sarah. Tot morgen, hè? Wacht heel even. Tot morgen, Oudersterk. Ja. Kom op, hè. Ik hou van jou.